Ik ben Tietje Rozenboom, ik ben 24 jaar en ik zit op de vrachtwagen. Ik heb een paar jaar in de paarden gewerkt en ik wou wat anders gaan doen. En toen kwam ik met het idee om op de vrachtwagen te gaan. Toen heb ik mijn vrachtwagen gehaald en nu zit ik op de vrachtwagen. Mijn vader zit ook op de vrachtwagen en we hebben zelf een transportbedrijf. Dus ja, het zit altijd al wel een beetje te kriebelen. En toen dacht ik, ik ga hem toch halen en dan zit ik op de auto. Ja, het is wel een hele andere stap, maar wel heel leuk. Ja, ik heb nu meer pk's. Ik had wat minder pk's, maar nu heb ik meer pk's. Ik zit op de knijperauto, dus ik haal spullen op. En ik breng spullen, ik kiep en ik rijd de hele dag rond van alles halen en dingen brengen. Je zit lekker in de buitenlucht en je hebt heel veel afwisselend werk. Heel veel. Je komt overal nergens. Je moet gewoon de stap durven nemen en gewoon doen. En ik dacht van ze gaan geen meid aannemen. Maar ja, je ziet het steeds meer en je moet het gewoon durven en gewoon ervoor gaan en gewoon doen.